vanuit Amsterdam is dit de Nationale Gezondheidstest 2016. Hier zijn Wendy van Dijk en Ruben Nicolai. En hartelijk welkom bij de Nationale Gezondheidstest 2016. Gezondheid. Iedereen heeft er verstand van. Althans, zo lijkt het. Maar hoe gezond is het om elke ochtend 3 uur lang met al die veganistische healthfreaks door het bos te rennen? En is zo'n vezelrijke spaanplaats smoothie nou echt aan te raden? En is er misschien ook eindelijk goed nieuws voor de bankhangende bierdrinkers? We testen onze kennis rond allerlei gezondheidskwesties bij ons publiek. En jullie kunnen thuis meespelen met je eigen stemkastje. Via de RTL XL-app speel je live mee vanuit je luie stoel. Of joggend vanaf de loopband. Kan ook, ja. Let op, die score vertelt dus alleen hoeveel je over je gezondheid weet en niet over hoe gezond je bent. En heb je nou helemaal geen zin in dat gedoe met zo'n app? Geen probleem. Ouderwets met pen en papier meespelen kan natuurlijk ook. Net als twitteren, onze hashtag is gezondheidstest. De thuisspelers nemen het live op tegen ons publiek en dat is verdeeld in 5 groepen. En elke groep heeft een bekende Nederlander die namens hen het woord voert. We doen een rondje langs de velden. In het eerste vak houden ze van jazz, staan ze liever in de wijnbar dan op de loopband. En ze sluiten de dag af met een heerlijk kaasplankje. De levensgenieters en ze worden vertegenwoordigd door Bourgondier Dirk Zeelenberg. Leef, alles op het je laatste dag is. Leef, alles op de morgen. Ze eten ongezond, bewegen nauwelijks en weten echt niet wat werken is. Met dit soort vooroordelen hebben ze dagelijks te maken. De jeugd van tegenwoordig. En ze gaan deze test aan samen met voormalig VJ en tegenwoordig tv-kok Miljuska Nietzenhausen. Hoe doen ze het toch? 'S Ochtends vroeg de deur uit, 's avonds laat pas thuis, zaterdag naar de hockey en op zondag snijden ze het vlees. De kids en carrièremakers. En deze groep is gekoppeld aan Winston Gerstenowitz. En hier zitten de mannen voor wie een gezonde levensstijl bijna religie is. Ze zitten dagelijks in een sportschool, beauty salon, alles voor dat lichaam. De fitte vijftigers, hun woordvoerder is de misdaadverslaggever Peter de Vries. En hier zitten de culinaire connoisseurs. Ze koken nooit uit blik. En soms heb je na 7 gangen nog steeds honger. Keizers in eigen keuken, de chefs en de ambassadeur van dit vak is sterrenkok Ron Blauw. En tot slot stellen we de man voor die werkelijk alles weet over voeding en gezondheid. En als hij het niet weet, dan weet niemand het. Emeritus hoogleraar voeding en gezondheid aan de Wageningen Universiteit, professor Dr. Frans Kok. Professor Dr. Frans Kok, we hebben afgesproken dat ik gewoon professor dokter zeg, toch? Doe maar. Eerste vraag, vrij belangrijke vraag. Hoe kom je eigenlijk daarboven? Hier is een trap. Oh, er is een trap. Nou, ja. Dat maakt toch veel duidelijk. Jij staat heel kritisch tegenover alle dieetgoeroes, toch? Ja, ik sta er heel kritisch tegenover. En vanavond zullen we ook in de test heel veel mythes ontkrachten. Het gaat over slapen, het gaat over suiker, over wijn. Het gaat over drugs, bewegen. Wij zijn verward over voeding en gezondheid. En dat gaan we eens lekker rechtzetten vanavond. Dankjewel, Frans. We komen straks bij je terug. Ik zie onze prominenten nog heel relaxed zitten, maar de zenuwen zullen zo wel komen. Daar hebben ze namelijk alle reden voor, want er is geen weg meer terug, dames en heren. We gaan bijna beginnen en als je thuis digitaal wil meespelen, dan start je nu de RTL XL-app.
De test bestaat uit 25 vragen. Voor de antwoorden kun je kiezen tussen A, B, C en D. En als je thuis meespeelt met een smartphone of tablet, dan zie je die antwoordmogelijkheden automatisch. Zorg er wel voor dat je binnen de tijd antwoord geeft, want geen antwoord is namelijk altijd fout. En als je met pen en papier meedoet, vertellen we je straks hoe je jouw persoonlijke eindscore kunt berekenen. Na elke ronde geven we direct de antwoorden. En de vragen zijn onderverdeeld in 5 categorieën. Voeding, lichaam, geest, beweging en tot slot onze favoriet, de zonden. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Ja. Ja. We beginnen met een voorbeeldvraag. Maar let op, nog niet indrukken op je stemkastje. Iedereen heeft hier wel een mening over. Is de volgende uitspraak juist? Eten na het nieuws van 7:30 maakt dik. Is dat A juist? Een calorie 's avonds telt zwaarder mee. Is dat B onjuist? Een calorie voor of na 7:30 in de avond is precies hetzelfde. C, met een volle maag naar bed, daar houdt je lichaam niet van. Of D, het hangt er vanaf hoe laat je gaat slapen. 8 seconden bedenktijd. Niet indrukken, nee. Gewoon. Nee, joh, dat hoeft niet. Maar ik hoor jullie wel allemaal overleggen, maar dat is alleen maar leuk. Nou, dat waren ja. Dat zijn dus 8 seconden, zo snel kan het gaan. Ja. Ron, als je had mogen drukken, wat had je gedrukt? B. Je denkt B? Ja, dus het maakt niet uit voor of na 7:30. Nou, dat belooft wat, Ron. B was inderdaad het correcte antwoord. Ja! Ja. Ik vond het wel een instinkertje. Waarom weet jij dit, Ron? Nou, ik denk dat het wel te maken heeft misschien hoe je je voelt, of dat je vermoeider bent, of dat je fitter bent. Maar de calorie is een calorie. De calorie. Ja. Maar je bent er nooit ingetrapt van, na 7:30, 's avonds niet meer eten? Ik loop altijd nog even om 11:00 naar de koelkast. Ja. En om 12. 12 uur ook. Ja, precies. Nee, inderdaad, calorieën zijn voor of na 7:30 s'avonds. Ja, die doen gewoon precies hetzelfde. Ja, de ene calorie zet dus niet meer aan dan de andere. Het gaat om het aantal calorieën over de hele dag. Dat bepaalt of je op gewicht blijft of niet. Als je meespeelt via de RTL Excel-app, dan wordt je score automatisch bijgehouden. Heel veel succes allemaal. De Nationale Gezondheidstest 2016 begint nu. We beginnen met de categorie voeding. Amerikanen staan bekend om hun vreemde eetgewoontes. En dan hebben we het meestal over de hoeveelheden. Maar deze dude heeft heel andere problemen. My name is Robert, I'm 23. And I'm addicted to eating plastic bags. It's chewing, it's malleable, and it's just delicious. Nou, dat geloof je toch niet. Frans, wat gebeurt er met dat plastic in je lichaam? Nou, het plastic gaat onverteerd het lichaam uit. Maar belangrijk is dat er in plastic weekmakers zitten. En als die vrijkomen, en die kans is bij deze Amerikaan, bij die verslaafde, vrij groot, dan heeft hij verhoogd risico op vruchtbaarheidsstoornissen en misschien zelfs kanker. Maar het is ook zo dat als je gewoon flessen water drinkt of je gebruikt kinderspeelgoed, hè, ook plastic, daar zijn niks mis mee. Dus speelgoed kan je gewoon eten? Nee. Zolang je het niet eet. Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, precies. Hè? Ja. Ja. De eerste vraag, daar komt hij. Wat wordt nog meer niet verteerd door je lichaam? A, eiwitten. B, voedingsvezels. C, verzadigde vetten. Of D, snelle koolhydraten. 8 seconden bedenktijd. Welke van de 4? Eiwitten, voedingsvezels, verzadigde vetten of snelle koolhydraten? Dat was hem alweer. Ja, dat was hem. Volgende vraag. Moedermelk is gezond voor onze baby's, maar borstvoeding geven in combinatie met een drukke baan kan nog wel lastig zijn. Luister, Els, dit kan echt niet, hoor. Ik zit al een kwartier op jou te wachten. Ja, maar ik moet dit echt even doen. Mijn klokje tikt door en ik heb een klant en die moet voor de spits de ring weer op, dus... Ja, maar... Luister, je krijgt nog 10 seconden van mij en dan moet het afgelopen zijn. 10, 9, maar ik heb 8. Recht op golftijd, hoor. Golftijd? Golftijd. Ik heb ook al geen maanden meer gegolfd, hoor je mij daarover? Nee. Ja, mag ik dan nog wel even de flesjes wegbrengen? Alhoewel wij Nederlanders over het algemeen grote melkdrinkers zijn, horen we steeds vaker dat melk helemaal niet zo goed voor ons is. Veroorzaker van allergieën, het bevat antibiotica, hormonen, het is moeilijk verteerbaar, noem maar op. De tweede vraag. Hoe krijg je de grootste hoeveelheid hormonen binnen?
Is dat A, als je een beker koemelk drinkt? B, bij het eten van een flinke biefstuk? C, tijdens het nuttigen van een portie kipnuggets? Of D, door het tongzoenen met een zwangere vrouw? De tijd loopt. Laat je niet afleiden door die laatste vraag. Naast het opfrissen van je kennis over gezondheid kan je vanavond ook nog je saldo een stuk gezonder maken. Elke tiende beller is in de race voor 10.000 euro. Bel 0909-1334 of sms het woord test naar 3030. Nee, niet allemaal gaan bellen nu. Ik zie nu ineens iedereen zijn telefoon pakken. Dat is dan ook weer niet de bedoeling. Daar waren opeens de superfoods. Hennepzaad, tarwegras, koji bessen, quinoa. Quinoa. Ja. Bijenpollen, kokosvet en chiazaad, wat overigens al jaren wordt verkocht als, als vogelvoer. Vogelvoer. Ja. Wat weinig mensen weten is dat wij in Nederland een superfood produceren waar Hollywoodsterren en Amerikaanse foodgurus helemaal mee weglopen. Vraag nummer 3. Welk oer-Hollands product wordt aan de andere kant van de oceaan voor veel geld verkocht als superfood? Is dat A, boerenkool, B, prei, C, spruitjeswater of D, tulpenbol-extract? De tijd loopt. Boerenkool, prei, spruitjeswater of tulpenbol-extract? 8 seconden. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dat was het. Oké. Okay. Kip. Het meest veelzijdige stukje. Bijna iedereen kent het, denk je dan. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Kist. Kip. Oh, stop. Je versprak je even. Ja. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Vis. 1, kip, 23. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Vis. Vol. Kip, het meest veelzijdige stukje vlees. Kip. 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 Ja, kip. En van de kip naar het ei. Gebakken, gekookt, geroerd, gepocheerd, geklopt of rauw. Gemiddeld eten wij zo'n 200 eieren per jaar. Er wordt veel beweerd over eieren, zowel positief als negatief. Vraag 4. Welke uitspraak over cholesterol is juist? Is dat A, een gebakken ei bevat minder cholesterol dan een gekookt ei? Is dat B, het eiwit bevat een beetje cholesterol? C, een legbatterij-ei bevat evenveel cholesterol als een biologisch ei? Of D, cholesterol uit ei is hetzelfde als cholesterol uit zilvervliesrijst? 8 seconden lopen. Welke uitspraak is juist? Dat was hem alweer. Ik kijk even naar onze VIP-spelers, want ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Hoe gaat het tot nu toe? Top. Is het makkelijk, Dirk? Nou, ik doe ontzettend mijn best. Ja. Ja. Maar dat zal zo blijken of ik het goed doe, toch? Peter? Ik vind het vrij lastig vragen, eerlijk gezegd. Wat vind je er lastig aan? Nou, dat voor mij niet meteen duidelijk is welk antwoord nou het beste is. Een beetje redeneren. Ja, maar 8 seconden is ook best snel. Ja. Straks hoor je of je wel of niet melk moet drinken en wat nou echt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Blijf kijken, we zijn zo terug. Je kijkt naar de Nationale Gezondheidstest 2016. Welkom terug. 5 publieksvakken laten hun kennis over gezondheid testen. En elk vak heeft een eigen VIP-speler als ambassadeur. Ook zij nemen de test af en daar verwachten we... Ja, wat verwachten we eigenlijk van ze? Ja, dat is echt nog totaal niet te zeggen. Ik durf er eigenlijk nog gewoon niet aan te denken. Alle mythes over voeding, lichaam en gezondheid, die worden vanavond doorgeprikt. En wel met de deskundige bijstand van professor Dr. Frans Kok. Emeritus hoogleraar voeding en gezondheid. Vraag 5. Behalve dat je walgelijk ver moet fietsen in Tour de France, moeten die gasten ook stuitende hoeveelheden voedsel naar binnen prakken. En het begint zo'n 3 à 4 uur voor de etappe. Met een stevig ontbijt. Ja, dat ziet er dus zo uit. Dit eten die mensen. Er is geen vork bij gedaan, dus ik moet het zo doen. Ja. Dit is pap en daar hou ik niet van. Maar krijg dit maar eens weg op een doordeweekse ochtend. Maar liefst 1 op de 3 Nederlanders slaat minstens 1 keer per week 's ochtends de boterhammetjes, yoghurt, pap of gebakken eieren over. Is dat nou erg of niet? Oh. Hier komt vraag 5.
Wat is voor ons de belangrijkste maaltijd van de dag? A. Een goed ontbijt. B. Een stevige lunch. C. De warme avondmaaltijd. Of D. Het maakt helemaal niet uit wanneer je eet. 8 seconden bedenktijd. Maak je keuze. Ja, dat was hem alweer.